Dus we hebben Studie Kip als uitgangspunt voor de scène. En we hebben gekeken, 0 is de mens, 10 is de kip. Wat zit daar allemaal tussen? En daar zijn we in gaan zoeken. En zo zijn we eigenlijk bezig om te onderzoeken. Het wordt een scène, ja, met heel veel humor, heel veel gekke kipachtige bewegingen.